Het is vandaag donderdag 24 augustus. Dit is Flevoland. Allard Veldhuis verdient een eigen straat. Remco Grasman wereldkampioen tijdrijden. En familie Bogert kweekt reusachtige pompoen. Goedenavond. De onlangs overleden Allard Veldhuis zou een eigen straatnaam of plein moeten krijgen in Almere. Daarvoor pleit Almeerder Maarten Bezuijen. Die vindt dat Allard Veldhuis zoveel goeds voor de stad heeft gedaan dat hij dat echt verdient. Maar de Almeerse straatnamencommissie, ja, die gooit een beetje roet in het eten. Ik ga erover doorpraten met verslaggever Maaike van den Bos. Maaike, hoe bijzonder is Allard voor de stad geweest dat hij een eigen straat zou moeten krijgen? Ja, volgens Bezuijen heel erg bijzonder. Heeft hij Almere echt op de kaart gezet. Allard was natuurlijk ook bij heel veel dingen in Almere betrokken. Het was de eerste jongerenwerker in de stad. Was ook betrokken bij Jeugdland in Almere Haven. Maar ook bij heel veel festivals. Het Bevrijdingsfestival, het Sinterklaasfeest. Was speaker bij de Almere Triathlon. Hij heeft ook nog in de gemeenteraad gezeten. Ja, genoeg dus volgens Bezuijen om Allard Veldhuis echt te eren met een eigen pleintje of een straatnaam. En dan het liefst in de wijk De Laren in Almere Haven. Dat is een wijk in ontwikkeling. Dus komen ook nog nieuwe straatnamen. En het is de plek waar Jeugdland Almere Haven staat. Dus de plek waar Allard Veldhuis gewerkt heeft. Nou, mooi initiatief, leuk idee ook. Maar daar denkt de Almeerse straatnamencommissie toch iets anders over, hè? Ja, klopt. Er zijn een aantal richtlijnen in Almere voordat je een persoon kan vernoemen in een straatnaam. Dat is dat je van onbesproken gedrag moet zijn en dat je al 10 jaar geleden bent overleden. Nou ja, Allard Veldhuis is natuurlijk onlangs pas overleden. Dus Maarten Bezuijen kreeg ook een negatieve reactie van de straatnamencommissie van, nou, dat kan dus niet doorgaan. Mm-hmm. Daarop klom Bezuijen in de pen. Hij schreef een brief aan de gemeenteraad. En hij zei, ja, kan er dan niet een uitzondering gemaakt worden? Want voor zo'n markante man is dit toch een prachtig eerbetoon. Ja, en heeft dat een beetje geholpen? Pakt de politiek die brief op? Nou, zeker. Leefbaar Almere pakt het op. Het is ook echt een onderwerp voor Marco de Kat van Leefbaar Almere. 4 jaar geleden had hij het al aangekaart op de politieke markt dat er toch wat soepeler met die regels omgegaan moest worden. Want er waren genoeg Almeerders die misschien toch wel een eigen straatnaam verdienden in Almere. Toen kreeg hij ook de toezegging dat er wat soepeler mee omgegaan zou worden vanuit het college van burgemeester en wethouders. Maar ja, in dit geval blijkt dus dat dat niet helemaal goed gaat. Dus reden voor Marco de Kat om het toch opnieuw weer te agenderen. Ja, het is echt een leefbaar dingetje, die straatnamen. We houden ons al jaren mee bezig. Het is ook aan een motie van Nico van Duin te danken dat je hier in Oosterwold wat meer vrijheid kan nemen met straatnamen en dat je in ieder geval verzoeken kan indienen. En Marco de Kat, die in Oosterwold woont, verzon dan ook zijn eigen straatnaam, de Zeebodemkolonistenweg. Maar de regels zouden voor heel Almere wel wat soepeler kunnen. Gemeentes bepalen hun eigen regels aangaande naamgeving. En dat geldt dus ook voor het vernoemen van mensen. Nou, hebben we 4 jaar geleden dit ook al eens geagendeerd. En we hebben een soort toezegging gehad dat er over nagedacht zou worden. Ja, dat is toch een beetje jargon in politiek van we doen er even niks mee. We laten het even rustig liggen. Maar dit is weer een mooie aanleiding om het weer even op te pakken. Ja, en Almeerders zijn natuurlijk best trots op Almere. Tenminste de meeste, denk ik. En het wordt ook gewoon tijd om dat er wat Almeerders vernoemd worden. En ja, velen zullen misschien nog leven of nog niet lang genoeg overleden zijn. Ja, en die regels, die zelf bedachte regels door deze gemeente, die zouden wat soepeler kunnen. En daar zouden ook wat uitzonderingen op gemaakt moeten kunnen worden. En dat wil ik agenderen. Straks nemen we onder meer een kijkje bij een kattenopvang in Zwifterband. Zo. Ja. Dat zijn er ook niet weinig, hè? Dat zijn er niet weinig, nee. Ja, dit zijn niet de enigste. Dit komt dus echt gewoon van de straat? Dit komt van de straat. We worden gevonden op campings en gewoon op buitengebieden en ook in dorpen. Gewoon midden in de wijk. Maakt niet uit. Ja, we hebben er een wereldkampioen bij. Tijdrijder Remco Grasman uit Emmeloord pakte de wereldtitel in zijn leeftijdscategorie van 45 tot 49 jaar. Kom op, Remco! Kom op! Kom op, jongen!
Zo, Grasman, hij is vertrokken. Ja, super. Ja. Trots. En nu, trots. En nu moet het gebeuren. Wauw. Ik hoop het zo. Wauw. Ja, het is hem gelukt. Vooraf had hij er heel veel vertrouwen in. Hij wilde de wereldtitel pakken. En als het dan lukt, is dat natuurlijk super gaaf. Remco Grasman uit Emmeloord wint hier dus in Albi. En de tijd van 30-22 heb je hem te pakken. De opluchting is groot, hè? Ja, joh. Dit is, de tijd is eigenlijk helemaal niks. Maar ja, daar komen we niet voor. Het gaat erom om de dag zelf zo snel mogelijk van A naar B te gaan. En dat is gelukt. En dat ik 2 minuten langzamer rijd als de prognose, zal mijn worst zijn. Want die hitte heeft heel veel gedaan. Dus. Hoe lekker is het dat je hem nu te pakken hebt? Ja, eigenlijk klinkt heel raar, maar er valt een last van me af. Ik heb zo'n bepaalde druk opgebouwd. En ik had maar één doel. En dat was die titel. En niks anders. En het is een risico, zo'n gedachte. Want je kan lek rijden, je kan onderuit gaan. Maar het is binnen. Het is prachtig. Mooie prestatie. En dan nu ander nieuws van vandaag. Voor je het weet sta je op de Meerkoetenweg bij Lelystad te wachten voor een rood verkeerslicht. Wat doen verkeerslichten op een landweg net buiten Lelystad? Ze staan sinds deze week aan de Meerkoetenweg, net buiten bedrijfterrein Larsepoort. Het antwoord ligt vlakbij. Nou, dit wat vreemde kruispunt in the middle of nowhere heeft alles te maken met de komst van het distributiecentrum van Inditex. Het Spaanse modebedrijf, bekend van Zara, dat gaat aan deze kant een enorm centrum bouwen op een kavel ter grootte van 70 voetbalvelden. Maar het eerst moet dat terrein worden opgehoogd en daar is zand voor nodig. En dat wordt aangevoerd via deze noodweg. En over deze weg komen straks duizenden kiepauto's te rijden vanaf Lelystad Airport. De verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat de kiepauto's en ander verkeer elkaar veilig kruisen. Voor de fietsers is er een apart stoplicht. De eerste kiepauto's komen volgende week al en voeren zand aan dat afkomstig is uit het IJsselmeer. Daarna moet de kavel van 35 hectare eerst inklinken voordat volgend jaar de bouw van het distributiecentrum kan beginnen. In 2019 moet de eerste kleding van de Inditex via Lelystad de wereld overgaan. De bemanning van de Urkerkotter UK48 had gisteren een grote vangst. Geen vis, maar een stuk windmolen. De wiek die hebben we vermoedelijk hier opgepakt. Dat gebied hebben we gevonden. We waren dus aan vissen. En we hadden al 5 trekken gedaan, of schoten zoals wij dat noemen. En de 6e keer, dan denk je, wat is dit? Dus toen hebben we daar een tijdje mee aan het worstelen geweest. Om hem eerst uit het net te krijgen, want hij zat in het net. En hier is hij overboord gegaan. Het viel nog niet mee om het onderdeel te lozen. Er is toch wel 2-3 keer afgeknapt tijdens dat... als je zo'n haak op je hoofd krijgt, dat overleef je niet. Ook enkele netten zijn beschadigd. Adrie, kun je me even helpen, man? Alsjeblieft. De familie Boogaert uit Almere heeft al 38 jaar een moestuin bij volkstuinvereniging De Windhoek. Elk jaar worden er grote pompoenen gekweekt. Maar dit jaar kweekte de familie wel een hele bijzondere pompoen. Deze is echt giga. Tussen de 40 en de 50 kilo, die hebben we elk jaar wel. Maar deze is vader. Deze die is zomaar tussen de 60 en de 70. Zo groot als deze, die hebben we nog niet gehad. De volkstuin is oorspronkelijk van opa Adrie, die de tuin in 1979 begon. De megapompoen kan hem niet zoveel schelen. Het gaat Adrie om de tuin, want dat is zijn lust en zijn leven. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Tuinieren is mijn hobby. Wat het bijzonder van tuinieren is, dat je ook groenten ervan afhaalt. Dat je ook ervan eet. We eten van die tuin. Maar de grote vraag blijft, hoe kweek je toch zo'n grote pompoen? Maar daar moet de familie het antwoord schuldig op blijven. Geen idee. We hebben het gezaaid, het is opgekomen en we hebben een hele leuke opbrengst. Plus deze knaller. Wat het geheim is, dan moet je aan die pompoen vragen.
In de serie Gasthoofdredacteuren hebben we de Flevolandse prominenten wel zo'n beetje gehad. Dus is het nu jullie beurt. Via onze Facebookpagina konden jullie zelf onderwerpen aandragen en dat werd massaal gedaan. En nu is het dan zover. Nu bepaal jij wat er op televisie komt. We hebben heel veel reacties gehad op onze oproep. Dus we hebben niet zo heel veel tijd om overal aandacht aan te besteden. Dus we gaan snel van start. We zijn in Zwifterband. Agnes de Jong vangt hele kleine katjes op. Nou, Agnes, wat wil jij laten zien op televisie? Ja, ik zie het natuurlijk al. Ja, nou, ik wil eigenlijk laten zien op televisie hoe belangrijk het is dat je je katten moet laten steriliseren. Want alle kittens lopen op straat en opvangen en asiel zoals wij hebben daar echt onze handen vol aan. Je hebt er nog veel meer, hè? Ik heb er nog veel meer in de tweede opvang. Kun je het even laten zien? Jazeker kan dat. Hier zitten alle gezonde diertjes. Zo. Ja. Dat zijn er ook niet weinig, hè? Dat zijn er niet weinig, nee. Dit zijn niet de enigste. Dit komt dus echt gewoon van de straat? Dit komt van de straat. We worden gevonden op campings en gewoon op buitengebieden en ook in dorpen. Gewoon midden in de wijk, maakt niet uit. En we kunnen hier ook nog weer naar buiten? Ja, we hebben hier een kennel, daar kunnen ze naar buiten. Hier komen ze allemaal bij elkaar en dan kunnen we kijken of ze samen kunnen. En of ze met andere katjes kunnen. En ze kunnen lekker even in de buitenlucht. Nou, de belangrijkste vraag is, waarom steek jij er nou zoveel tijd, energie en geld in? Eén grote liefde. Liefde voor de poes? Liefde voor de poes, ja. Dus, ik ben een beetje de advocaat van de kat. En dat is gewoon bij jou thuis, hè? Dat is gewoon bij ons thuis, ja. Ja. Nou, je was op tv. Hartstikke leuk. Ja. Kan ik heel erg waarderen. Ja, je bent ook lief. Ja. We zijn bij de brandweer in Emmeloord. Henry wilde graag wat kwijt op televisie. Henry, wat wil je kwijt op televisie? Nu even niet, ik ben even druk. Nou Henry, misschien heb je nu wel even tijd. Wat is nou de reden dat je op televisie wil? Wij zoeken nieuwe vrijwilligers. En dat is omdat de oudere mensen en mensen die verhuizen stromen uit. En daarom zoeken wij nieuwe vrijwilligers. Om onze bezettingsgraad op orde te houden. Ik denk dan, iedereen wil brandweerman of vrouw worden. Dus vrijwilligers zat, toch? Ja, zou je denken. Maar sommige mensen lukt het niet qua werk. Er zitten ook nog wel sporteisen aan. En qua werk moet het ook natuurlijk kunnen. Ja, niet iedereen mag van zijn eigen werkgever mag hier zomaar weg. Dus de werkgevers in Flevoland moeten iets flexibeler worden, zodat er meer mensen bij de brandweer kunnen? Dat zou ook een hele positieve verbetering zijn, ja. Nou, zeker. Dat gezegd hebbende, wat vind jij zo leuk aan de brandweer? Ik vind het mooi om mensen te helpen. Het klinkt heel cliché, maar ik ben zelf een behulpzaam type, dus ja, dat vind ik mooi om te doen. Nou, je bent er helemaal klaar voor, zie ik, hè? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Wil je nog iets gezegd hebben of heb je alles gezegd? Kom, meld je aan. Okay. Wees welkom. Jij gaat de brand blussen. Helaas kunnen we daar niet meer bij, zijn we onze tijd op. Helaas, tot de volgende keer. En tot zover deze uitzending van Dit is Flevoland. Nu het weer met Raymond Klaassen en een nieuwe aflevering van RegioNet. En wij zijn er morgen weer om 5:00. Heel graag tot dan. Fijne avond. Dag.